Hallo, vandaag testen we een BMW 735i uit 1987, een zogenaamde E32, eigenlijk de tweede generatie 7 serie en het toenmalige vlaggenschip van BMW. Het is echt een gigantische luxe auto, heel anders dan de Volvo van vorige week. Deze auto samen met Mercedes het beste wat je toen in de jaren kon kopen als jij van luxe rijden houdt met alles erop en eraan. Het begint al een groot 6-cilinder lijnmotor, 211 pk, een 4-traps automaat. Eerste auto waar ook ABS op werd geschroefd en allerlei andere veiligheidsmaatregelen. Deze auto is vrij kaal, maar je kon er echt van alles op krijgen. Systemen die waren toen echt nieuw. Stabiliteitssystemen die gebruik maakten van de ABS. Je ziet ook deze auto, is echt luxe, hè? Dus echt hout wat erop zit. Een luim en bruin leer interieur. Ja, en zoals je hoort, het is ontzettend stil in de auto. Mis is een cruise control en deze auto heeft ook geen airco, maar ja goed, dat was toen nog geen gemeengoed. Nou, het is echt een luxe auto, er zit ook een zonnedak in dat open kan. Leuk is, deze auto heeft een verbruiksmeter en als je rustig rijdt, dan zie je wel dat je in principe redelijk zuinig kan rijden. Al heb ik wel het idee dat dit niet helemaal klopt, want het lijkt me sterk dat deze auto 1 op 50 rijdt. Dat lijkt me wel sterk. 1 op 20. Deze auto heeft ook een computer hier zitten. Kun je allerlei zaken als verbruik en andere grappigerij kun je uitmeten. Ik heb deze auto in een walk-around gemaakt en er viel me echt een aantal dingen op. Dat kan je ook zien. Er is een hoop verbouwd in deze auto. Scotchblokjes tref ik aan. Deze auto heeft een serieuze koelvloeslekkage. En ik zag nog wat andere grapjes. Volgens de verkopende partij is dat omdat ze er een achteraf een katalysator hebben gemonteerd die geregeld is om aan de milieueisen te doen. Deze auto heeft namelijk wel een Umwelt 4-zone sticker, zoals je kan zien. En een gigantische ster in de ruit. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Dit is echt genieten met de grote G. Comfortabel, ruim, soepel. Het kan allemaal in deze auto. Nog even behoorlijk wat gas. Je hoort de motor in de verte een beetje. En verder hoor je eigenlijk helemaal niks. Al heb ik wel het idee dat deze auto wat pk'tjes kwijt is. Als je eenmaal gaat rijden met deze auto, dan valt me echt op dat het is een flinke auto, echt een lel van een bak. Dat is die Volvo die we vorige week hadden getest. Zodra je echt gaat rijden, dan voel je de auto's waar om je heen krimpen. Terwijl het een enorme auto is, groot. Nou goed, er zit een aftermarket radio in. Deze auto heeft al
gescheiden klimaatsystemen voor links en rechts. Het grappige is, een heleboel techniek van deze auto is ook gebruikt in de latere E34. De BMW 5-serie. En die vanaf 88 pas op de markt is. Die valt helaas buiten de bijzondere overgangsregeling. Deze auto van 87 valt er dus mooi in. Dus dat betekent dat je deze auto rijdt met 120 euro per jaar aan MRB. Het grote voordeel van deze auto is, deze auto is minder interessant voor scheurneuzen. Hij komt hard van de plek af, dat is het probleem niet. Maar die gaat ook liever voor een 3 of een 5 serie met een grote motor. Maar deze auto met 600 kilo, dan is de 210 pk niet meer zo imposant als eerst. Die precies vertelt in welke versnelling je staat. En die vertelt je ook welk programma je hebt gekozen. Kijk, in D van drive, de E is de economische stand. Als je hem in de S-stand zou zetten, dan reageert hij wat vinniger. Maar zo kun je het verbruik mooi verdrukken. Maar het is wel een ding. Deze auto's rijden 1 op 7, 1 op 8. En als je ze onder gunstige omstandigheden rijdt, dan is 1 op 9 en 10 wel mogelijk. Maar dan moet je echt afstanden rijden, fluwelen voetje en dat soort dingen. Het verbaast me eigenlijk, dit is deze auto. Hij is zo comfortabel, stil en luxe, dat hij tussen moderne auto's niet zal meer staan. Het ding is wel met deze auto's, onderdelen zijn niet goedkoop. Op zich is het niet redelijk betrouwbaar, die blokken zijn echt behoorlijk sterk. Maar als je er wat mee hebt, dan ben je echt aan de beurt. Als je echt elektronica van deze auto's stuk hebt, ja, dan ben je niet blij hoor, dan ben je niet blij. En dat is wel een groot nadeel van deze auto's. En daarom zijn ze ook wat minder in trek. Deze auto kan je in principe kopen voor 3000 euro. Denk ik wel dat je met 2000 euro wel wat dichter bij de realiteit zit. Want echt, puntgaaf is deze auto niet. Er zitten wat plekjes op. Ik geloof dat deze auto wel gedeeltelijk verzinkt is. Maar goed, na 30 jaar wordt dat toch een beetje minder. En deze auto is gewoon geknutseld. En dan moet ik even gaan zien in hoever en hoe wat. Daar ben ik er niet helemaal over te spreken eigenlijk. Het feit dat de stoelverstelling niet goed werkt. Dat vind ik al eigenlijk ook iets waar ik denk, dat vind ik niet positief. Nou, je zou kunnen zeggen, want ik ga deze auto rijden en ik ga vervolgens maak er een waterstofhybrid van om ze even flink te besparen op de kosten. Je moet eigenlijk nog een spoilertje uitklappen. Wel na al die jaren. Dus dat is ook mooi. Deze bruine kleurstelling is inderdaad ook wat minder populair. Want de meeste zijn zwart of donkergrijs. Deze bruine, dat oogt luxe. Maar als je ooit eens een keer een paneeltje wil repareren omdat het kapot is, dan kun je er gelijk heel lastig aankomen. Want de meeste zijn in het zwart uitgevoerd. Wijn donkerrood heb je nog. Die zijn helemaal zeldzaam.
Wat ik wel mooi vind, deze auto heeft leren bekleding. Ja, dat... dat geeft de auto toch wel iets luxe. Nou, het is een leuke auto om mee te rijden, hè, mijn conclusie. Wel kwetsbaar. Deze auto heeft toch een spoor dat wat mensen bezig zijn geweest om dingen te verbeteren en aan te passen. Dat is niet op een manier gebeurd waar ik nou dol enthousiast van word. Het kan allemaal wel werken, maar het is wel een mogelijke bron voor storingen op latere termijn. En dan heb ik op mijn beurt een beetje het idee van, ik zal liever eerst naar een andere kijken voordat ik pas met deze in zee zou gaan. Maar ik vind het toch leuk dat ik deze auto na ruim 25 jaar weer een keer kan rijden. En ik moet zeggen, zoals je vroeger was, zie je eigenlijk nog steeds. En deze auto is ontzettend comfortabel. Maar je kent er wel ongelooflijk snel mee door een bocht hoor. Het is geen sportauto. Maar laat ik het zo zeggen. Als je bijvoorbeeld een nieuwere model neemt met de 4 liter V8. Van bijna 286 pk. Dan geef je ook iedere bijvoorbeeld Golf GTI. Geef je gewoon voor zijn kloten. Die heb je gewoon helemaal niks te koop. Remmen gaat goed. Sturen gaat goed. Hij is ontzettend stil. Ik hoor wel dat de kleppen gesteld moeten worden van deze auto. Ik bedoel, die hoor je echt duidelijk rammelen. En de koelvloer stond lek. Zal waarschijnlijk wel een paar klemmen zijn die leg zijn. Ik zag dat de inlaat rubber van het spruitstuk is geplakt. En ik zag er allemaal scheuren in. Dus die moet je gewoon eigenlijk vrijwel onmiddellijk vervangen. Dan krijg je een hele vervelende storingen. 3000 euro vind ik te veel. Maar ik zou beginnen met 1500, 2000. Als je er echt van af willen, dan krijg je maar voor die geld. En dan kun je zeggen, joh, ik doe het. En zodra echt iets duurs kapot gaat, geef ik mijn schop. Maar dan heb je wel bij zeker wel een paar jaar lol gehad. Bedankt voor het kijken. Maar weer. En tot de volgende keer. Bekijk nog meer video's op dit kanaal.